Zij komt dat die er al minstens 5 jaar geleden waren. Zij heeft dan een bubbel, toen we met dezelfde 2 sprekers het over Europa hadden. Europa 5 jaar geleden, die ons er toen wat wegwijs in gemaakt hebben. Wat is er ondertussen allemaal veranderd? We horen van Europa meestal besparingen, ook politici zeggen het regelmatig, het woedsel van Europa, migratieproblemen. Is Europa wel een goede zaak? Hè? Je zou je afvragen, hebben die Britten misschien gelijk met hun Brexit? Hoe zit dat nu eigenlijk? En hoe zit dat met mensen die in armoede leven? Want vandaag is het ook de internationale dag van de armoede. Ik moest een andere aantal mensen voor het spreken, momenteel op pakken waren of andere activiteiten zijn, ter gelegenheid van die internationale dag van de armoede. Kan Europa voor hen iets betekenen? Zou het niet leuk zijn, laat mij even dromen, moesten we binnen een aantal jaar, op 17 oktober, een herdenking houden over de dag van de armoede, hoe het vroeger was en nu met Europa het allemaal opgelost is. Hè? Laat ons maar een beetje dromen daarover. Ja, Europa, hè? Dromen, vragen, bedenkingen. Welke richting gaat het uit? Is het een goede zaak voor ons? Hoe moet dat verder? En als het misschien niet helemaal de richting uitgaat die wij zouden graag hebben, wat kunnen wij daar dan eventueel aan doen, wij allemaal Europeanen? Je ziet het, veel vragen en bedenkingen. En deze avond hebben we 2 heren hier uitgenodigd, Peter Mertens en Paul de Grauwe. Ik ga niet zeggen dat die voor ons alles gaan oplossen. Misschien gaan we nog met meer vragen en bedenkingen naar huis gaan, met de uitleg die ze gaan geven. Ik weet niet of ik ze nog eigenlijk moet voorstellen. Peter Mertens, voorzitter van de Partij van de Arbeid, schrijver van het boek, en heeft hier liggen, Graaland, een bestseller. Wie vorige week de reportage van Palo gezien heeft en daarover verontwaardigd was, die heeft het boek van Peter Mertens niet gelezen. Hè? Want eigenlijk, normaal wisten we allemaal al dat die wandelstanden er bestonden. Peter kan het beschrijven, maar hij kan het ook goed uitleggen. Dat heb ik ook al mogen weten, horen op een van zijn boekvoorstellingen. En dan hebben we professor De Grauwe. Ook een boek geschreven, de limieten aan de macht, heb ik, zal zeggen, nog niet gelezen. Hè? Het is minder dik, ja. Ah, oké. Ik weet niet of het even wat leesbaar is. Ik denk dat de meesten wel weten, u bent nu in Londen, hè, de London School of Economics, 5 jaar geleden, bent u al eens komen Europa toelichten. U kan iets zeer verduidelijk brengen. Voordat u in Londen was, was u aan de KU Leuven, en uit ervaring weet ik, want ik heb ooit nog les van u gehad, heel lang geleden, 3 jaar 80, dat die lessen ook altijd zeer duidelijk waren. En om het beste uit die 2 heren te halen en de avond een goede baan te leiden, hebben we hier Jelle Frenken van VTM Nieuws, gespecialiseerd ook in Europa. En ik stel voor, we laten hen aan het woord. We gaan het hebben over Europa, over de toekomst van Europa, hoe Europa er kan uitzien, hoe Europa er zou moeten uitzien. Dat is eigenlijk aan het hier met de vraag over Europa. Begin dit jaar, eind maart, 30 maart om juist te zijn, was ik zelf voor VTN dus nog in Rome. In het bijzonder mooie Rome, waar het gesprek van het verdrag waarover genoemd werd, wat eigenlijk de basis is van de Europese Unie zoals we die vandaag kennen. De Europese staats- en regeringsleiders kwamen daar samen wat te vieren. Maar het was een heel gematigd feestje daar in Rome, merkte ik toch dat dat wel zijn redenen natuurlijk. Hè. De verschillende crisis in Europa hebben de regeringsleiders wat realistischer naar dat Europese project doen kijken. De vluchtelingencrisis, de financiële crisis, de Brexit. Dus er was heel veel realisme. En dat merkte ik ook in de straten van Rome zelf, waar zoveel manifestaties gekomen stonden van mensen van de Europese Unie, van voorstanders van het Europese project, die vonden dat ze daar verder in moesten gaan, dieper moesten verdiepen die eurozone, terwijl er ook enorme tegenstanders waren van dat establishment van dat Europese project. En toen ik daar met mensen sprak, merkte ik wel dat de mensen daar echt mee bezig zijn met die Europese Unie, dat die crisis ervoor gezorgd hebben dat ze kritischer naar de Europese Unie zijn gaan kijken, dat er echt vragen bij gaan staan zijn. En dat is eigenlijk de bedoeling van vanavond, dat we de huidige Europese Unie even onder de loepen nemen, kijken waar we staan en waar we naartoe kunnen. Want het is wel duidelijk, de Europese Unie staat op een kruispunt. Dus we gaan eerst een uur een debat voeren met de 2 gasten die er vanavond zijn. En daarna maken we tijd voor vragen uit de zaal natuurlijk. Daar maken we 3 kwartier tijd voor. Dat kan het debat alleen maar interessanter maken, denken we.
Ik ga ook eerst beginnen met een paar elementen uit de actualiteit die de Europese politiek aangaan, of actualiteitsitems in die Europese politiek. Laten we eerst naar Spanje gaan kijken. Ik kijk direct naar meneer De Grauwe. Die kruid als de Spanje. Die ligt af in zijn Spaans. Gisteren zijn er twee separatistische leiders in Catalonië opgepakt, die zich willen losscheuren van Spanje. De Catalaanse president Puigdemont heeft 3 dagen gekregen om zijn standpunt over dat separatisme te verduidelijken. Die onafhankelijkheid, hij heeft uiteindelijk maar 3 dagen gekregen om zich te verduidelijken, terwijl hij al 2 maanden vroeg om te overleggen. Hoe schat u die situatie in Spanje eigenlijk juist in? Ja, de situatie is natuurlijk heel gevaarlijk, omdat als men niet bereid is om te praten, zelfs als iedereen eigenlijk niet echt tot een conflict wil komen, dat een conflict er toch kan uitkomen. Omdat er op een bepaald moment een dynamiek ontstaat waarbij vanzelf als het ware een oorlog tot stand komt. Hè. Dus situaties die niet meer te verzoenen zijn. Dus dat is een beetje het probleem dat nu in Spanje bestaat, denk ik. En het probleem komt van beide kanten, langs de kant van de Spaanse regering, die een heel legalistisch standpunt inneemt. Staat in de grondwet, en dus kunnen daar niet van afstappen. En dus niet bereid om te gaan praten met de andere partij. En langs de andere kant de Catalaanse nationalisten, die onafhankelijkheid willen, die eigenlijk eenzelfde soort betoog hebben als de Brexit-mensen. Natuurlijk, ideologisch zijn ze wel echt verschillend. De Catalaanse nationalisten zijn dikwijls links en zelfs extreem links, terwijl de Brexit-mensen, dat zijn meer rechts en extreem rechts. Maar uiteindelijk gaat het om hetzelfde, namelijk een idee dat men zich pas kan ontwikkelen in een natie. En dat leidt tot allerlei mythes. Hè. De eerste mythe is dat er een externe vijand is. Hè. Bijvoorbeeld voor de Brexit-mensen is de vijand de Europese Unie en de instellingen van de Europese Unie. Voor de Catalaanse nationalisten is de vijand de Spaanse overheid. Een tweede mythe is dat er in elk van die landen een volk is dat met 1 stem als het ware spreekt voor de onafhankelijkheid. En degenen die daar tegen zijn, dat zijn eigenlijk verraders. En dat zie je nu ook in Engeland. De extreme Brexiteers die vinden dat degenen die daar tegen zijn, eigenlijk staatsverraders zijn. En iets gelijkaardigs hebben we nu in Catalonië. En de derde mythe is dan dat zodra Engeland, of Groot-Brittannië aan de ene kant, of Catalonië aan de andere kant, zijn onafhankelijkheid heeft gewonnen, dat er mysterieuze economische welvaart tot stand zal komen. Maar vandaag worden ze als het ware verknecht en kunnen ze hun economisch potentieel niet bereiken. En dus dat drijft dan die mensen, hè? Dus die zijn daarvan overtuigd. En hebben ze niet het recht om zich los te trekken? Ja, iedereen heeft het recht om zich los te trekken, maar de vraag is ook altijd, als je je lostrekt, ga je de facto eigenlijk meer onafhankelijkheid hebben? Want dat is een van de paradoxen waar ik vanuit ga. En dus je kunt je formeel soeverein verklaren, maar het resultaat daarvan is dikwijls dat je reëel minder soeverein bent, minder zelfbeschikking hebt. En dat zal nu het geval zijn bij Brexit. Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt, uit de interne markt stapt, ja, Groot-Brittannië had toch nog altijd handel willen drijven. Maar handel deze dagen, dat is alleen maar mogelijk als je onderwerpt aan een aantal regels. Ja, bijvoorbeeld allerlei regels over veiligheid, gezondheid van producten en zo. En die regels worden ergens vastgelegd. Als je niet meer in de interne markt bent en je wilt toch nog handel drijven, ja, dan ga je moeten onderwerpen aan die regels die elders ontstaan zijn en waar je zelf geen inspraak meer in hebt.
Nu heeft Groot-Brittannië daar altijd inspraak in. Als er nieuwe regels moeten vastgelegd worden om de handel binnen de interne markt te bepalen, ja, dan hebben de Britten daar vandaag, zolang dat ze in de Europese Unie zitten, een zeg over. Dat gaan ze dus niet meer hebben. En ze gaan dus moeten onderwerpen aan regels waar ze geen controle meer over hebben. Ze gaan in elk geval regels moeten volgen. Het idee dat je u kunt onttrekken aan al die dingen, dat is precies fantasy. Hè? En hetzelfde in Catalonië. Ik bedoel, dat ze zich eruit trekken, ja, ze zullen niet gemakkelijk in de Europese Unie geraken. En ja, dan zullen ze zich ook moeten onderwerpen aan alle regels waar zij eigenlijk geen inspraak meer hebben. Dus er is daar een middenvorming waarbij men denkt, ja, als we nu formele onafhankelijkheid hebben, een eigen vlag en zo, maar dat kan betekenen dat je eigenlijk minder reële onafhankelijkheid hebt. Dan, vandaar dat ik zeg, als we bij Europa blijven, dan kunnen we de facto meer invloed uitoefenen op veel van de dingen die belangrijk zijn voor ons. Ik denk dat ook, meneer Mertens, de Catalanen gaan niet per se beter vanaf zijn als ze zich lostrekken van Spanje. Dat denk ik ook, ja. Vijf jaar geleden, toen we hetzelfde debat hadden, dus in 2012 dan, toen heb ik mijn boek Hoe durven ze het geschreven, en een van de basisstellingen van Hoe durven ze was net, dat als Europa in haar kern autoritair economisch besparingsbeleid gaat doorvoeren, zonder daarin de bevolkingen te kennen, dat je automatisch een nationalistische reactie als tegenpool gaat hebben. Ik heb dat toen vijf jaar geleden gezegd. Ik heb ook gezegd dat er in mijn ogen dan twee vormen van nationalisme zijn. Er is een soort overwinningsnationalisme, heb ik het genoemd. En dan denk ik aan de sterkste regio's, of ik dacht toen aan die sterkste regio's in Europa, waaronder Duitsland, maar ook Beieren binnen Duitsland dan, het noorden van Italië en Lombardije, de sterkste regio, die dan een discours houdt en nog altijd houdt tegenover het armere Italië. Of Vlaanderen natuurlijk. Hè. En raar maar waar, Catalonië hoort daar voor een deel bij. Want als je Spanje bekijkt, en heel de geschiedenis van Spanje, een complexe en interessante geschiedenis, dan zie je ook dat Catalonië net het meest geïndustrialiseerde deel is onder Franco. En eigenlijk het deel is dat, waarop de rest van Spanje mee kan voortvloeien. En als Catalonië zich afscheurt, dan scheurt niet alleen Catalonië zich af, maar ook een van de rijkste regio's van Spanje zich af. Dus het baat wel in een sfeer van overwinningsnationalisme bij een deel van de trekkers van de Catalaanse onafhankelijkheid. En daarnaast, denk ik, zie je in het oosten van Europa dan een ander soort nationalisme dat doorkomt. En Groot-Brittannië is misschien een geval tussenin, dat weet ik niet goed. Maar in het oosten van Europa, dat schrijf ik in mijn nieuw boek een heel deel over. Als je de Visegrad-landen neemt, hè, dus Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije, die vormen nu een heel reactionair blok in Europa. Maar toen die bij de Europese Unie kwamen, zijn die eigenlijk in ongelooflijk snel tempo al die landen uitverkocht aan supranationale instellingen, die hun economie is totaal een afhankelijkheidseconomie geworden van grote Duitse en Franse bedrijven. En de slachtoffers aan het onderaan de sociale ladder in Polen, in Hongarije, waren enorm vatbaar voor nationalistische tendensen die zeiden, weg met die elite, die Europese Unie-elite, wij gaan hier een heel nationalistische koers varen. En dan krijg je extreem rechts, zoals Orbán, of in Polen, de Partij voor Rechtvaardigheid, PIS, die opkomen, die supernationalistisch zijn en die een discours hebben dat ongelooflijk hard tegenover de Europese Unie ingaat. Maar die in de feite puur sociaal-economisch ook een liberaal beleid toepassen, alleen dan een nationalistisch liberaal beleid. En in mijn ogen zijn dat gewoon twee symptomen van hetzelfde probleem, namelijk een dysfunctionerende, een fout functionerende Europese Unie, die is ontspoord en die dan maar al te graag met een autoritair besparingsbeleid op Duitse lijst wil doorgaan. En dan krijg je als reactie nationalistische tendensen die aan de mensen vertellen, inderdaad, als wij ons afscheuren of als wij apart gaan, dan gaan wij alles autonoom oplossen. Wat vindt u van de reactie van Europa in deze? Zij blijven eigenlijk aan de zijlijn staan. Zij zeggen, ja, dat is een interne Spaanse kwestie. Hier komen wij niet tussen. Ja, wel. Spanje is een wilde economie in Europa, dus wat dat betreft laat men de Spaanse regering doen. Hè. Dus, het geweld dat gebruikt is ten aanzien van die stembusslag, een ongelooflijk geweld wat er daar is gebruikt.
Daar treedt eigenlijk Europa niet tegen op. Als je dan bekijkt wat er bijvoorbeeld tegenover Griekenland is gebeurd en de houding van de Europese elite tegenover Griekenland, toen die Godbedert een linksreformistische, een radicaal linksreformistische regering aan de macht hebben gebracht met Syriza, en toen die een ander beleid wouden voeren, dan heb je een hele arsenaal gehad van maatregelen van de Europese Unie, tot en met economische oorlogsvoering en het droogzetten van de banken. Moet Europa onderhandelen dan nu, bemiddelen in Spanje? Ik denk het wel. Het zou niet slecht zijn, moest er een externe toezicht komen om daarin te bemiddelen, maar men heeft het natuurlijk ver laten komen. En er zijn ook nog, ik weet niet hoe lang dat we over Spanje kunnen babbelen, maar ik denk dat er ook nog Spaanse interne tegenstellingen zijn waar het nu weinig over gaat. Hè. Dus het komt natuurlijk Rajoy ook wel goed uit. 2 maanden geleden was Rajoy nog getuige in een corruptieschandaal. En heel die regering, die nieuwe regering in Spanje, die trouwens pas na 315 dagen is gevormd. Hè. Ze hebben geprobeerd het wereldrecord regeringsvorming van België te verbreken. Ze zijn er net niet in gelukt. Maar ze hebben dat toch 315 dagen uitgehouden. En nu hebben ze die nieuwe, onstabiele regering, die dan direct geconfronteerd wordt met die graai-cultuur die aan de kaak werd gesteld, met corruptieschandaal. En dan komt het natuurlijk Rajoy ook wel ongelooflijk goed uit om een externe vijand, namelijk de stoute Catalanen die zich willen afscheuren, aan te duiden. En vanuit Catalaans standpunt, ook Puigdemont, en de regering werd vernoemd in een aantal corruptieschandalen, dus het komt hen ook omwille van binnenlandse redenen in Spanje wel vrij goed uit om nu die nationalistische kaart te trekken. Maar ik vind het niet alleen een probleem van Spanje, niet alleen een probleem van Griekenland, niet alleen een probleem van Polen en Hongarije of van Groot-Brittannië, maar we zitten met een ernstige institutionele crisis van de Europese Unie als dusdanig, ik denk. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben misschien. Als we toch dat nationalisme hebben, misschien wel eens kijken naar de verkiezingen die in Europa hebben plaatsgevonden afgelopen weekend in Oostenrijk. Die hebben Sebastian Kurz aan de macht gebracht. Wat is te zeggen, hij gaat kanselier worden met zijn christendemocratische partij. Hij heeft meer dan 30% van de stemmen. Het ziet er naar uit dat hij met de ÖVP gaat samenwerken, de rechtsradicale rechtse partij. Had u die uitslag verwacht eigenlijk? Ja, toch wel. Ik bedoel, wanneer had ik dat verwacht? Maar dus weken voor de verkiezingen zag het er toch naar uit dat die rechtsradicale partij aan publiek zou winnen. En dat de kans daar toch in zat dat die ook mee aan de macht zou komen. Ja, dat is ook wat Peter daarnet heeft gezegd over de Visegrad-landen. Je hebt gelijkaardige tendensen ook elders. Hè. En Oostenrijk is er zo eentje. Het heeft natuurlijk misschien iets minder met de economische situatie te maken in Oostenrijk, omdat het land het relatief goed doet, hè, in vergelijking met anderen. Maar ook een soort nostalgie, zodat dat de laatste jaren zo opkomt, hè, gebaseerd op zo mythe, zo het verleden en identiteit en zo, nationale identiteit. En dat steekt de kop op. In Europa en zo zie je dat dan ook in Oostenrijk. En dat is iets waar ik natuurlijk enorm bevreesd voor ben, want laten we daar toch duidelijk over zijn. Dit soort dingen, nationalisme, dat heeft Europa in het verleden toch zoveel ellende meegebracht. Het was goed dat hij als buitenlandminister een van de eerste de grenzen heeft dichtgegaan aan de Balkanroute heeft gezegd. Dat vertaalt zich in electoraal succes. Ja, dat is ook zo. En dat is ook een van de redenen waarom Angela Merkel het minder goed heeft gedaan. Dat zij precies iets anders geprobeerd heeft, tenminste initieel. En dat wordt daar niet verbeterd. Dus dat is inderdaad een probleem. En het is ook niet zo gemakkelijk op te lossen. Hè. Dus ik ben ook voor open grenzen. En we moeten mensen die vervolgd worden een kans geven bij ons. Maar ja. Als je onder ons kijkt, er zijn letterlijk honderden miljoenen mensen die misschien wel graag naar Europa zouden willen komen. En dus, we moeten realistisch zijn, dat zal dus niet gaan. Dus dat we daarin of keer, we moeten daar ook die realiteit voor ogen houden. We gaan dat dus niet kunnen doen. En dan moeten we komen tot een aanpak die ervoor zorgt dat ja, degene die vervolgd worden hier een plaats krijgen, maar dat we niet zomaar de grenzen open trekken voor 100 miljoen mensen uit Afrika bijvoorbeeld. Hè. Dus die bereid zijn naar hier te komen. Dus, dat zal dus niet lukken. Hè. Het geeft blijk dat het nationalisme inderdaad opkomt. Toen ik
Jean-Claude Juncker in Straatsburg bij zijn State of the Union hoorde ik van alle grote oef. Dat was na de verkiezingen in Nederland, in Frankrijk, Duitsland, waar de anti-Europese nationalistische partijen niet aan de macht kwamen. Maar nu plots blijkt het toch anders te zijn in Oostenrijk. Hebben zij vanuit Europa te snel op de lauweren gaan rusten? Ja, dat vind ik ontstellend, hè, want wij hebben 2005 gehad, de referenda in Frankrijk, Nederland. Wij hebben de andere crisis gehad die er sindsdien zijn geweest. We hebben het signaal gehad in de peilingen met Front National in Frankrijk. We hebben de Brexit gehad, we hebben de vluchtelingencrisis gehad. Toen, ik spreek maar over 1-2 jaar geleden, stonden alle kranten vol opstand tegen de elites. Dus 2 jaar geleden. En dan blijkt een nieuwe figuur à la Macron, die vanaf moment 1 gepoetseerd is door het establishment als een wit konijn met heel veel geld achter zich in campagne boven alle andere partijen, met een heel liberaal programma, dat was het wit konijn. En plots, in een vlaag van zelf, begoocheling, zinsverbijstering, krijg je dan de Europese elite die zegt van oké, het is voorbij. Want alle factoren, alle buskruid onderaan de maatschappij is niet ineens weg in Frankrijk. Hè. Je hebt er nog altijd gebieden, bijvoorbeeld Noord-Pas-de-Calais, die een economische woestijn zijn. Je hebt er nog altijd gebieden rond de grootsteden waarin dat mensen het heel moeilijk hebben om rond te komen. Je hebt nog altijd situaties waarin dat mensen uit de boot vallen. Je hebt het aantal toenemende mensen die werkend arm zijn, dus die wel een job hebben. Maar die toch arm zijn, dat zie je overal in de Europese Unie. Dus overal in de Europese Unie, onderaan die ladder, met de arbeidsmarkthervorming, waar we misschien ook gaan terugkomen. De laatste 5 jaar in Europa is men, dus in 2007 had men 16 miljoen werklozen in Europa. In 2013 had men 26 miljoen werklozen in Europa. Dus de crisis heeft voor 10 miljoen werklozen extra gezorgd. En nu, vandaag, zitten we aan 21 miljoen. En dus Europa klopt zich op de borst, net als Louis Michel, zeg maar. Charles Michel. Ik ben fout in de dynastie. Het is Charles Michel natuurlijk. En die klopt zich ook op zijn borst van, kijk, wij creëren nieuwe jobs, er is groei, iedereen heeft het goed. En al de rest die maar blijft morren en zagen, dat zijn verzuurde mensen. En je hebt er een belerend vingertje. Maar ondertussen, in Europa, die 5 miljoen jobs die erbij zijn gekomen, zijn allemaal deeltijdse jobs of interim jobs. En je hebt dus vanuit Duitsland gestuurd een motor waarin dat mensen wel nog een job hebben, maar niet rondkomen. In Nederland is die flexverslaving helemaal doorgeslaan. En dus krijg je onderaan in de buik van de samenleving kruid dat zich opstapelt. En het is niet omdat dan even Macron wint of dat Merkel het gelukkig nog beter heeft gedaan dan in de peilingen, dat de problemen daar weg zijn. Dat zou ik hoop dat Juncker dat niet zelf denkt, maar het zou heel naïef zijn om te denken dat het gevaar geweken is. We hebben met Macron, waren wij de enige partij die niet zat te dansen op tafel van vreugde voor het vernieuwend project. We waren letterlijk de enige partij, maar wij hebben gezegd, als Macron zijn programma doorvoert van besparingen en van Europese politiek, dan weet je wie dat de volgende minister-president in Frankrijk gaat zijn. Dat gaat Le Pen zijn. Front National is niet weg. En dus als het aan die oorzaken van die uitstoting en de oorzaken van die nieuwe flexjobs, aan die oorzaken van het feit dat zoveel gepensioneerden niet rondkomen, als daar niks aan gebeurt, dan gaan mensen kunnen verleid worden door extreem rechts. Dus het probleem is verder van opgelost. Die flexjobs zullen we het straks inderdaad nog even opnemen. Ook niet in Duitsland trouwens, hè. Ja, want de AfD heeft een heel agressieve campagne gevoerd in Duitsland. Ik was in Berlijn in augustus en ik zag die affiches over waarmee men naar de kiezer is getrokken. Die affiches die leken op de affiches van het Vlaams Blok van in de jaren 90. Een heel harde campagne, maar blijkbaar is er een deel van de mensen in Duitsland, vooral in de industriële gebieden, die vroeger trouwens ook voor een deel voor die linken stemden en die links stemden, of voor SPD stemde, die nu is gegaan naar AfD. AfD is de derde partij in Duitsland geworden, komt daar inderdaad fel op. Dan wil ik misschien even aan u vragen, meneer De Grauwe. Die nieuwe tandem, Macron-Merkel, gaat die niet voor een nieuwe winst zorgen in Europa? Ja, dat zal natuurlijk voor een deel wel zo zijn, maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Hè, omdat, neem bijvoorbeeld de kant van Merkel, de kanselier zal natuurlijk verzwakt zijn en ze gaat niet veel kunnen bieden aan Macron. Hè. Wat wil Macron? Voor wat betreft de eurozone zou hij graag een hervorming hebben die ervoor zorgt dat we
gezamenlijk een budget opstellen, op het niveau van de eurozone, waarmee we dan wat meer aan solidariteit kunnen doen binnen de eurozone. Hè, waarmee we ook, wanneer de economie op en neer gaat, wat meer stabilisatie kunnen doen hè, tijdens een recessie, ervoor zorgen dat we wat meer extra koopkracht in de economie kunnen pompen. Dat is zo'n beetje het idee. Ik denk dat die idee een goede is. Omdat een van de belangrijkste problemen van de eurozone volgens mij is dat we op het moment dat we daarmee gestart hebben, de capaciteit van nationale overheden om aan stabilisatie te doen. Daarmee bedoel ik dus ervoor zorgen dat wanneer de economie achteruit gaat, dat we toch wat kunnen stimuleren. Ervoor te zorgen dat die neergang niet te diep is. Dus die capaciteit van nationale overheden om aan stabilisatie te doen, om het leed wat te verminderen voor de mensen die een job verliezen bijvoorbeeld. Wel nu, dat is praktisch helemaal te diep gegaan en dat gaat er ook helemaal kapot. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik zal het zo vaststellen, dan kan straks hier meneer hier eens komen. Maar dus dat hebben we op nationaal niveau gedaan. En dat creëert natuurlijk een groot probleem, want de mensen verwachten eigenlijk van de overheid dat ze ervoor zorgt dat wanneer het niet goed gaat, dat er daar wat compensatie komt. En dus moet er nu iets op het niveau van de eurozone gebeuren. En als we dat niet doen, dan gaat heel die eurozone eigenlijk uit elkaar vallen. En vandaar dat ik denk dat het idee van Macron om zo'n stabilisatiebeleid te voeren op het vlak van de eurozone, dat een goed idee is. Maar natuurlijk, het zal niet gemakkelijk zijn, omdat de Duitsers zijn daar tegen. Duitsers zullen zich houden aan die besparingen. Ja, die hebben zo'n visie van de eurozone, dat is discipline. Wat dat in Duits zegt, eigenlijk dan klinkt dat harder, zo'n discipline. Dat is wat ze bedoelen met een unie. Dat is een unie van de discipline. Ja. Natuurlijk moet er discipline zijn, maar er moet ook solidariteit zijn. Anders heb je geen unie. Ja. Dus als je met iemand gaat trouwen en je zegt in contract aan je partner, als je in problemen komt, moet niet op mij rekenen. Hè. Dat gaat geen lange unie zijn. Hè. En hetzelfde hebben we een beetje in de eurozone, waarbij de Duitsers zeggen, ja, die Europese muntunie, dat is gewoon een kwestie van discipline. Iedereen moet zich aan de regels houden. En als we dat allemaal doen, dan gaat dat wel lukken. Maar nu, dat is niet zo. Hè. Het kapitalisme is ook een systeem van booms en busts. Sommige de euforie en fantastische groei. En dan stuipt dat in elkaar. En de regels kunnen daar niks aan veranderen. En dus je hebt ook solidariteit nodig. Waarbij dat je elkaar helpt als de ene het wat minder goed heeft dan de andere. En als je dergelijke mechanismen niet wilt inbouwen in een muntunie, dan gaat die muntunie gewoon niet blijven bestaan, dan gaat die euro niet blijven bestaan. Precies, en dus daar zijn er niet geweest als ik kijk naar Griekenland bijvoorbeeld, er zijn miljarden naar Griekenland gegaan. Nee, er zijn absoluut geen miljarden naar Griekenland gegaan. Dat zijn gewoon miljarden die naar de banken zijn gegaan. En laten we dat niet vergeten. Hè. Dus wat er gebeurd is. Ik heb hier fans. Ik dacht dat jij alleen fans zou hebben. Ik denk dat ik te heen. Dat komt door de fans waarschijnlijk. Wat heb ik hier verkeerd? Is daar. Ik heb die eigenlijk niet nodig, want het is hier toch donker. Ik zie het nog niet meer, dus ik kan het maar uit. Ik ga mijn ogen sluiten. U zei, miljarden zijn aan. Ja, miljarden, dat is toch belangrijk. Hè? Dus de oorzaak van de crisis heeft alles te maken met het feit dat tijdens de boomperiode, hè, dus de periode tot 2007-2008, massaal veel kapitaal is gevloeid vanuit het noorden van de eurozone, Duitsland, Frankrijk, Benelux. Hè. Allemaal banken die beleggingen zijn gaan doen in het systeem in de zuidelijke landen, Griekenland, Spanje,
Ierland is weer geen zuidelijk land, maar enfin, dat was ook de periferie in feite. En die hebben dat gestuurd, hè. Die hebben er ook voor gezorgd dat in die landen dan een enorme groei ontstond, consumptieboom ook, ook in immobiliën. En dat was overtrokken. En dat is dan in elkaar gestort. En die banken kwamen dan in problemen. Want die hadden enorm veel leningen uitstaan, in Griekenland bijvoorbeeld. En die zagen dat ze die leningen, dat ze daar verliezen zouden op leiden. En wat is dan heel de operatie geweest? Wel, dat ze die leningen, die portefeuille aan leningen, gewoon doorgespeeld hebben aan hun eigen regeringen. Die dan geprobeerd hebben om het geld terug te krijgen van Griekenland en van Spanje en van Ierland. En dus het was eigenlijk een operatie die erin bestond de eigen banken te redden van het failliet. Dat is dus, maar er is eigenlijk geen geld gegaan naar Griekenland. Na die operatie, dat was eigenlijk een operatie ervoor zorgen dat het banksysteem recht kon blijven. Je merkt dus, als ik graag dat lees, gaat het ook over Griekenland natuurlijk, hoe dat aangepakt is geweest. U deelt die mening, u vindt dat dramatisch is aangepakt. Ja, het is aangepakt op maat van een bepaalde visie van Europa, op maat van de visie van Duitse monetaristen vanaf het begin. Dus, er is ook een bepaalde mythe, denk ik, voor Europa, over Europa. Laat me eerst even zeggen, ik ben voor Europese samenwerking. Hè. Ik ben niet voor het nationalisme en ik deel de mening dat nationalisme in Europa niet alleen voor die 19 miljoen doden heeft gezorgd in Wereldoorlog 1 en mede veroorzaak is voor de 60 miljoen doden in Wereldoorlog 2, maar dat het nationalisme in de 21ste eeuw, waar op continentale schaal wordt gedacht, dat geen toekomst kan bieden. Dus dat deel ik. Maar of de Europese Unie in haar huidige vorm de beste vorm is om Europa één te maken, daar heb ik heel grote twijfels over als ik gewoon de geschiedenis zie. En ik deel vooral de mening dat als Europa het roer niet omgooit en het Europa blijft van de sterkste economie, met name Duitsland, zonder solidariteitsmechanismen, dat er dan weinig toekomst is. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met de Europese Unie. Er zijn allerlei scenario's, ik kan die niet voorzien. Er is een scenario dat het in 2-3 uit elkaar valt. Een sterke euro met Duitsland, Nederland, België. En een perifere Europese Unie. Er is een scenario om terug kleiner te gaan. Ik weet niet hoe dat het gaat verlopen, maar dat er een identiteitscrisis is die bij de bron begint, daar ben ik wel van overtuigd. Want als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat Duitsland inderdaad die kapitaalexport heeft gedaan in die eerste. Heeft tussen 2002 en 2007 hebben zij 530 miljard euro Duits kapitaal geëxporteerd. En zelfs conservatieve economen zeggen, wij denken niet dat dat in de geschiedenis dat is gebeurd, dat er zo'n groot kapitaalexport is gebeurd. Dus dat betekent Duits spaargeld, Duits ondernemersgeld enzovoort, dat inderdaad via banken in fondsen, in spaarkassen in Spanje of weet ik waar ook, werd gestoken. Dus die Spanjaarden en Grieken die konden goedkoop lenen en met die leningen kon ik dan de Duitse producten aankopen. Maar dat is een korte termijn politiek, want dat betekent dat de industriële ontwikkeling zelf en de gezondheid van een aantal van die landen onder druk kwam te staan. Dus Griekenland werd chronisch importeur van goederen, daarvoor was Griekenland nog niet exporteur van goederen. En nadien heeft men dan een strafexpeditie toegepast op Griekenland. Je kan dat toch niet moeilijk anders noemen met de memoranda die er geweest zijn. En dan, als de Griekse bevolking op een bepaald moment zegt, na jarenlang van actie voeren, oké, we gaan in de stem dus ook een proberen op een andere manier een beleid te voeren, dan is er een signaal gekomen vanuit Europa van dit doelden wij niet. En dus ik denk dat het referendum dat toen georganiseerd is, over dat derde. Nee, maar ook met aan de macht komen van Syriza, dus wat Syriza erfde, niet alleen de Griekse regering, maar eigenlijk ook een failliet land. Hè? Want op het moment in januari 2015 dat Tsipras en Co. aan de macht komen, dat land is failliet, dat ligt gewoon aan de bakster. Die eerste half jaar dat het Grieks bestuur er was, moesten die mannen per maand overbruggingskredieten gaan onderhandelen. Tegen ongelooflijke voorwaarden. Dus vanaf het eerste moment lagen die aan de bakster en dus ook aan de controle van die Europese Unie. Maar ze hadden wel een programma waarin dat ze rond de schuldkwijtschelding voor een deel en de schuldherschikking voor een ander deel zijn opgekomen, voor een herinvestering in de openbare diensten, voor het doen stijgen van de koopkracht. Dus min of meer alles wat tegen de memoranda was. Was dat wat er moest gebeuren eigenlijk volgens u? Was dat de oplossing geweest? Ik denk dat dat de oplossing was geweest, niet alleen voor Griekenland, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat ook de oplossing is in de middellange termijn alvast
voor Europa dat als wij niet de enorme noden die er zijn, sociaal, maar ook ecologisch en democratisch, gaan aanpakken met een soort Marshallplan, met een soort echt groot, ambitieus investeringsplan in Europa, dat het dan de vogel voor de kat is. En ik snap dat u zegt, professor, dat Macron eerder in die richting denkt, maar het is allemaal heel bescheiden. Ook Juncker, het is allemaal zeer bescheiden. Als je een node ziet, er straks werd verwezen naar de noden in de ouderenzorg, maar dat is algemeen in Europa, hè. De noden rond woningbouw. Dat is algemeen in Europa, de noden rond de zorg, rond het onderwijs, de noden rond nieuwe jobs te creëren in de bouw, om publieke gebouwen te bouwen bijvoorbeeld, die zijn echt enorm. De Duitse vakbonden, ik heb dat in mijn boek geschreven, dat wil ik nog even zeggen, die hebben een heel ambitieus investeringsprogramma dat zij voorstellen. Zij stellen eigenlijk voor om elk jaar met Europa 260 miljard euro te investeren, 150 miljard in de overgang naar duurzame economie. Vanuit de overheid en 110 miljard elk jaar naar programma's rond onderwijs, rond zorg, gezondheidszorg en zo verder. En ze zeggen, je moet een stimulus, een ambitieuze stimulus in Europa geven vanuit de overheid. En ze hebben een becijfering gemaakt, dus voor de Duitse vakbonden. Zij stellen dat voor om dat te financieren met Europese vermogensbelasting, beter gezegd. En de uitgaven van euro-obligaties om dat te kunnen financieren. Dus dat is een ambitieus Marshallplan, want ik denk dat je dat soort zaken nodig hebt. Want ik zal dat even koppelen met de discussie van daar straks rond vluchtelingen. En ik denk dat dat ook voor een deel misschien toch ook wel achter de Brexit zit, maar je zult me tegenspreken of niet daarover. Maar als mensen het gevoel krijgen dat hun job verdwijnt, dat zij moeten knokken voor een sociale woning, dat zij moeten knokken zelf al, hè, voor een rusthuis dat betaalbaar is, dus dat dat allemaal schaarser wordt. En tegelijkertijd zien mensen de arbeidsimmigratie, die komt via de sociale dumping van Oost-Europa, heel veel in Groot-Brittannië ook, denk ik. En tegelijkertijd hebben de mensen het gevoel vooral, dat er heel veel vluchtelingen vanuit Afrika binnenkomen. Dan krijg je ongelooflijk veel mensen die zitten te concurreren voor schaarse jobs, voor schaarse sociale woningen, voor schaarse voorzieningen. En dat is een explosieve cocktail als je dat zo organiseert. Dus op zich is migratie geen probleem, als er genoeg sociale voorzieningen zijn, als er genoeg basisrechten en mogelijkheden voor iedereen in de samenleving zijn, dan is de samenleving veerkrachtig genoeg om migratie op te vangen. Maar als men die sociale voorzieningen afbouwt en de concurrentie vergroot op die dingen, dan is dat een explosief cocktail dat alleen maar gaat toenemen. En dus ik denk, het drama met de vluchtelingenpolitiek is, je hebt de humane kant, en die moeten we blijven onderschrijven, namelijk de conventie van Genève is er gekomen, niet omwille van de gemakkelijke periodes, maar omwille van de moeilijke periodes. Dus nu meer dan ooit geldt ze. Maar tegelijkertijd zullen wij in Europa in de eerste plaats ook moeten kunnen investeren. Dat gaat hand in hand. Deelt u die mening als econoom dat er massaal moet geïnvesteerd worden, dat er een Marshallplan moet komen? Ja, hoe dat je dat ook mocht noemen. Hè? Dus, maar ik deel die mening dat er moet geïnvesteerd worden. Ik schrijf daar ook al jaren over. Dat essentieel is en dat we ten gevolge van de regelgeving in Europa, dat geïnspireerd is geweest door Duitsland, hè, dat we dat eigenlijk niet mogen doen. Hè. Dus een van de meest domme regels die we nu uitgevonden hebben in Europa, dat is dat de begroting altijd in evenwicht moet zijn. Dus we moeten streven naar een begrotingsevenwicht. Nu, als je daar eens even over nadenkt, dan kom je tot de volgende conclusie. Dat betekent dus in feite dat wanneer een overheid investeringen wil doen in de toekomst, investeringen wil doen, dat ze dat niet zal kunnen financieren door het uitgeven van obligaties. Hè? Want uitgeven van obligaties, dat betekent dat je een tekort hebt. Hè? En dus dat betekent dat je alleen maar investeringen kunt doen als je elders belastingen heft, extra belastingen heft, of andere uitgaven verminderen, bijvoorbeeld sociale uitgaven, ik zeg ze maar iets. Hè. En dus dat is allemaal niet nodig. Ondernemingen die een goed project hebben, wat doen die vandaag? Die gaan lenen. Omdat ze van oordeel zijn dat met het geleend kapitaal ze dat kunnen omzetten in productieve investeringen, die dan in de toekomst de inkomsten zullen genereren die het mogelijk maken die leningen terug te betalen. Daar is niks mis mee. Maar in Europa zijn we nu zodanig gebiologeerd door schuld. En schuld is vreselijk.
En dus wat we doen is naar de balans van de overheid kijken en alleen naar het passief van de balans van de overheid. We zeggen nooit, we kijken niet naar het actief. Dus een overheid die investeringsprojecten start en dus activa creëert op zijn eigen balans, die in de toekomst zullen renderen en die dan financieren door het uitgeven van obligaties, verboden, dat mag dus niet. Op zo'n moment wordt het Duits gesproken. Ja, dus dat klinkt dan ongeveer strenger dan. Hè? Dus dat mag dus niet, terwijl dat is wat volgens Turner zo'n regel zouden toepassen op onderneming. Ik zou zeggen, ja, maar luister manneke, jij onderneming daar, ik heb sommige van uw collega's, die hebben er weer schuld uitgegeven in het verleden. Dus in de toekomst is het verboden om nog meer schuld uit te geven. Als we zo'n regel zouden toepassen, ja, we zouden in het steentijdperk teruggaan. We moeten investeren. Investeren is cruciaal. En er is absoluut niks mis mee om dat te doen door het uitgeven van obligaties, schuld te smelten worden. Maar we kijken alleen maar naar het passief van de overheid. En dus we laten het niet toe om dat te doen. Terwijl, maar dan hoor je natuurlijk ook het argument van, ja, maar die schuld en onze kinderen en kleinkinderen, hè, je kent dat wel. Doorschuiven naar de volgende generatie. Maar nee, als je daar ook verder over nadenkt, als je natuurlijk schuld uitgeeft om vandaag te consumeren, dan geldt dat argument. Hè? We gaan vandaag meer consumeren en schulden en dat financieren door schulduitgifte. Ja, op het einde van het jaar is de consumptie voorbij, maar die schuld is er nog altijd. En dan kunnen ze zeggen, ja, we gaan die schuld dan overdragen aan de toekomstige generatie. En dat is fout. Maar wanneer je schuld uitgeeft om productieve investeringen te doen, dan gaan op het einde van het jaar of op het einde van de periode niet alleen schuld zijn, maar ook activa die productief zijn. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld investeringen die ervoor gezorgd hebben dat het milieu beter is. Dus onze kleinkinderen die gaan niet alleen die schuld erven, maar ook een beter milieu. Als we investeringen doen in alternatieve energieën, wat gaan onze kinderen dan krijgen? Ja, meer schuld uiteraard, maar ook een energievoorziening die houdbaar is, waardoor dat ze in de toekomst meer mogelijkheden zullen hebben. En dus die kleinkinderen zullen heel tevreden zijn dat we dat gedaan hebben. Want ze zullen twee dingen erven. Die productieve activa die hun leven verbetert, die de toekomstmogelijkheden ook verbeteren, en die schuld. Maar dat zullen ze gemakkelijk kunnen dragen op dat ogenblik. En dus wij zitten vast in dogma's, in ongelooflijk domme dogma's, die we onszelf hebben opgelegd. En die het onmogelijk maken om de dingen te doen die we vandaag zouden moeten kunnen doen. En vandaag is eigenlijk de unieke gelegenheid om dat te doen. Want als je kijkt, vandaag kan die Belgische overheid staatsobligaties uitgeven aan minder dan 1%. Maar is dat niet de rol die de ECB nu aan het opnemen is? Zij maken de rente historisch laag. Zij kopen per maand voor 80 miljard aan staatsobligaties op, obligaties op. Dat is toch zuurstof geven aan de economie om te investeren? Ja, maar dat werkt niet goed. Weet je waarom? Omdat dus de ECB die koopt die staatsobligaties van die financiële instellingen. Okay? Dus die financiële instellingen, die ruilen dus staatsobligaties die ze in bezit hadden. Ze staan dat af aan de ECB en krijgen daarvoor liquiditeit, geld. Hè? Maar die banken die doen daar niet veel mee. Die zitten daarop. Dat is een berg liquiditeit, die aanbieden dan. Ik weet niet wat ze daarmee doen, maar die doen daar niet voldoende mee, ziet je. En dus vandaar de idee, oké, de ECB moet zo'n dingen wel doen, maar dat is onvoldoende. Tegelijkertijd moet de overheid zelf de stimulans geven door te investeren. En dan kun je de economie optrekken en dan gaan die bankiers die daar die extra liquiditeit hebben, ook wel meegaan en meer leningen toestaan. En dan kan die economische motor weer beginnen draaien. Want een van de dogma's, om daarop in te pikken, een van die dogma's en van die heilige koeien die aanbeden wordt, is de investeringen en de verlossing, de messia, voor Europa moet komen van het private grootbedrijf alleen. Dat is de messias, het private grootbedrijf. Alle fiscaliteit die wij doen in Europa, die moet in dienst staan, moet de butler zijn van die grootbedrijven. Vennootschapsbelastingen moeten naar beneden, je moet mensen als Johan van Overtveld aan de macht brengen daar rond. Het Humo deze week is lezen daarover trouwens.
over de rol van Johan van Overtveld in dat alles. En dat is een complete obsessie geworden, want wat de Europese Unie in mijn ogen, en zeker de Commissie, heeft gedaan, is als men de motor, bij wijze van spreken, van de consumptie stagneert of stillegt, hè, door lonen te doen dalen, door flexijobs in te voeren, door pensioenen te doen dalen, en dan wordt er minder consumptie. Dan consumeren mensen minder. Hè. Als je minder hebt, als je gepensioneerde, dan geef je minder uit natuurlijk. Het leven is al te duur. Als je minder hebt als werkloze, geef je minder uit. Als je minder hebt als courier met Deliveroo, als jongere, hè, dan geef je minder uit. Dan als je een stabiele baan hebt. Dus één motor, die wordt stilgelegd, de consumptie. Tweede motor, daar heeft professor De Grauwe over gesproken, dat is, er wordt inderdaad de overheidsuitgaven worden gebetonneerd. Dat is in Europa zo, dat is in België zo, dat is op het niveau van steden en gemeenten trouwens ook zo. Hè. Alle steden en gemeenten, alle gemeenteraden zitten nu te krabbelen in heel het land om zwembaden te sluiten, bibliotheken te sluiten. Hoeveel investeringen gebeuren er nog eigenlijk op plaatselijk en lokaal vlak in Europa? Heel weinig. En dan heb je de heilige koe, dat is het derde, we gaan elke maand 60 miljard euro pompen in de economie. En we doen dat door private banken. En het idee daarachter is, die moeten dat doorlenen aan het grootbedrijf of het kleinbedrijf. En die gaan dat investeren in onze plaats, hè, in plaats van de overheid. Dat is de filosofie. Dat is nu 4 jaar bezig, 60 miljard euro per maand. Maar wat gebeurt er inderdaad met dat geld? Oké, dat wordt aan leven, dat is waar. Er is een deel van dat geld dat de banken hebben gebruikt om hun balans op te kuisen. Er is een heel groot deel van dat geld dat wel naar het grootbedrijf gaat, maar die doen daar twee dingen mee. En dat is het probleem. Een eerste ding is dat er geen echte productieve, innovatieve investeringen gebeuren, maar dat men heel veel rationalisatie-investeringen doet en fusies. En dus sinds die geldpers is aangezet, is de fusiestroom alleen maar toegenomen. De tijd die komt de stratosferische hoogte, het aantal fusies. Overal in de wereld. Hè. Je hebt AB InBev, die gaat samen met SAB Miller, je hebt Bayer, dat samen is gegaan met Monsanto. Consolidatie eigenlijk. Ja, consolidatie, maar voor monopolievorming van een orde waar alleen absoluut zelfs niet kon van dromen. Hè. Van ongelooflijke monopolievorming van een aantal grote groepen die democratisch onder geen enkele controle meer kunnen komen daardoor. En ten derde, het overtollige geld dat bij die bedrijven gaat, dat wordt uitgekeerd aan dividenden. En wat gebeurt daarmee? Dat zoekt de weg van de minste weerstand. En we hebben ondertussen gevonden waar dat die ligt. Namelijk tussen Panama, Zwitserland en Luxemburg. Daar ligt de weg van de minste fiscale weerstand. En dat geld komt er allemaal. Oh, maar is, ja. Zijn mijn fans die klanten. Ja, maar dat is perfect. Want... Hey, dan moet u moet dat maar eens vragen als u in de Europese top gaat. Hè. Waarom pompen wij 60 miljard euro per maand in zo'n systeem waarvan een groot deel van dat geld uiteindelijk in de Bahama's belandt? Als zeepstof voor nieuwe financiële bubbels. Hoe dom is dat? Kunnen wij die 60 miljard euro die we toch maandelijks in de economie pompen, waarom moeten die via private banken als Deutsche Bank gaan? Wie heeft dat gezegd? Welke god heeft dat bepaald? Waarom kan dat niet in een Europees investeringsfonds gestoken worden? En kunnen er geen publieke investeringen komen met die 60 miljard euro per... dat is een eenvoudig idee. Dat is geen kwestie van de risk en geld. Nee, dat is 60 miljard euro per maand dat erin gebonden wordt. Dat is een ongelooflijk groot verschil maken. Ja, kom, meneer Maarten, zeg, dat geld komt niet terecht waar het moet zijn om echt duurzame investeringen uit te voeren. En hij zegt ook, ja, die lage lonen zorgen ervoor dat die consumptie niet op gang trekt. En dat een van de grote problemen is. Deelt u die mening? Ja, dat is een van de problemen. Dat is niet alles natuurlijk, maar dat is toch wel een van de problemen. Dus we zullen golflengte zullen zijn. We hebben een politiek gevoerd in de Europese Unie van structurele hervormingen, flexibilisering en zo. Die tot gevolg heeft gehad natuurlijk dat je aan de andere kant van de arbeidsmarkt inderdaad wel nieuwe jobs creëert. Maar dat zijn fragiele, heel onaantrekkelijke jobs die ook slecht betaald worden. En als je het systematisch in die richting duwt natuurlijk, dan ga je een probleem hebben, vooral wanneer je dat doet, op het moment dat de economie het niet zo goed stelt. Hè. Dat hebben we eigenlijk doorgedrukt op het moment dat er een recessie was. En we zijn er toen van uitgegaan, dat dat de beste manier was om de economie weer aan het slot te halen. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. En het resultaat is dan natuurlijk, als er een kleine heropleving komt, dat dat
moeilijk van de grond komt, omdat te veel mensen eigenlijk over onvoldoende koopkracht beschikken. Dus ik denk dat we moeten daar vanaf stappen ook van dat betoog van het is allemaal een kwestie van concurrentiekracht. Hè. We hebben zo'n systeem nu in Europa waarbij wij roepen hoera. Hè. Dus dat is ook een van de punten waar onze eerste minister zo tevreden over is. Onze competitiviteit is hersteld. Daarmee bedoelt hij dat onze lonen minder snel stijgen dan die van onze buren. 2%, hè? Dat is niet fantastisch, maar enfin, toch minder snel. Alsof dat een signaal is om tevreden over te zijn. Is dat niet om de bedrijven in het land te houden? Maar dus het resultaat daarvan is natuurlijk dat iedereen dat doet. Hè? En dus de Duitsers zijn daarmee begonnen, dan moeten wij dat doen, de Nederlanders doen dat, de Fransen gaan dat nu ook moeten doen. Ja, nu gaan de Duitsers zien, oelala, wij verliezen hier concurrentiekracht. Kom aan jongens, nog maar meer drukken op de lonen. Ja, dat is toch niet de weg die we moeten bewandelen. Want dat gaat leiden tot een vicieuze cirkel waar iedereen op de duur minder loon heeft, dus ook minder zal kunnen consumeren. En tot hoever moeten we gaan dan? Moeten wij gaan tot het niveau van de Chinezen vandaag? Moeten wij die lonen? Dus ja, de Chinezen hebben nu ongeveer een loonniveau dat 25%, 30% is al het onze. Moeten wij naar dat niveau gaan? Zijn dat dan geen afspraken die op Europees niveau zouden moeten gebeuren? Ja, maar het is niet alleen afspraken, maar het is ook een kwestie van dogma's, hè? En bepaalde ideeën. Soms kunnen ideeën een grote invloed uitoefenen. En die ideeënvorming is er geweest vanaf de jaren 80, dat de manier is om vooruit te geraken. En daar moeten we kunnen van afstappen. En daar, als ik even mag vervolgen wat dat Peter daar juist gezegd heeft, hè, ook een deel van dat paradigma dat ontstaan is van te zeggen, het is alleen de privésector die productieve dingen doet. De overheid, dat is eigenlijk parasitair. Dus de economie, dat is gelijk een driehoek. Hè? En onderaan heb je de privésector en de industrie. En daarboven heb je de superstructuur. En de overheid, die teert op de productiviteit van die onderbouw daar. Hè? Dat is eigenlijk het paradigma dat ontstaat. En dus willen we vooruit geraken, dan moeten we vooral dus die privé-investeringen stimuleren. Want die overheid die moet dat zeker niet gaan doen. Want die overheid, dat is toch allemaal onproductief. En al wat die doet, dat is nutteloos. Dus die moet daar vanaf blijven. En dat is het paradigma dat nu binnengecijpeld is, helaas ook in Europa en de Europese Unie. En die ons in de verkeerde richting heeft gestuurd. Ik denk dat we naar evenwicht moeten komen. Waarbij we moeten zeggen, ja, de privé is natuurlijk van groot belang. En privé-investeringen, die zijn van groot belang. Maar dat zijn niet de enige. De overheid moet ook investeren. En de overheid is complementair aan wat de privé doet. Zonder de overheid heb je geen privé. Neem het onderwijs. Hè? Als je geen goed onderwijs hebt, dan ga je ook geen goede industrie hebben. Hè? Als de mensen die kunnen rekenen en schrijven en niet fatsoenlijk kunnen lezen, dan gaat die privésector ook niet goed functioneren. En dat is wat de overheid moet doen. Hè? Die is eigenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs. En zo zijn er veel domeinen waar we terug een evenwicht moeten zoeken naar wat is de taak van de privésector, wat is de taak van de overheid. Maar nu zijn we volledig in die ene richting gegaan waarbij we zeggen aan die overheid, dat is allemaal weggegooid geld. En dan moeten we tot een herstel komen waarbij we zeggen, kijk, die overheid die is productief, die kan productief zijn. En laten we de middelen geven om dat te doen, in plaats van die overheid in een karkant te steken, zodat die dingen die ze zou moeten doen, niet kan doen. Dat is een race to the bottom, hoor ik. Dat er inderdaad een loonmatiging doorgevoerd wordt, concurrentie tegenover elkaar. U neemt daar ook duidelijk stelling in. In Graaland, dit is niet de methode waarop gewerkt zou moeten worden. Nee, absoluut niet. Eerst nog even om bij de laatste aan te sluiten. Het perverse gevolg daarvan is dat je Mark Hoekes van deze samenleving hebt die zegt van ik betaal geen belastingen, want dan gaan we naar die perverse overheid. En dat is echt, dat is ver gekomen, want inderdaad, als wij die top 50 van belastingontwijking van de grootbedrijf jaarlijks bekendmaken, dan krijgen wij altijd dezelfde reactie, ja, maar ze zijn belangrijk. Dat is de discussie niet. De discussie is dat die gebruik maken van gezonde arbeidskrachten, dankzij ons gezondheidssysteem. Dat die gebruik maken van de havens, waar wij investeren, van infrastructuur, de wegen, van spoorwegen, van
opgeleide werknemers die wij door ons onderwijssysteem hebben gevormd. En dus als er een return on society wordt gevraagd van die grootbedrijven, is dat niet meer dan normaal dat die een fair share bijdragen om heel dat systeem, waar dat zij gebruik van maken zonder het welk zij niet zijn, hè? Niet zijn in ons land dat ze dat doen. Dus wat dat betreft zit rechtvaardige fiscaliteit in dezelfde logica. Het is een afbraaklogica en je hebt juist de andere logica nodig. Ik wou nog even op dat concurrentiemechanisme ingaan. Ik denk dat het dieper zit in de Europese Unie, want als je 2011 Europluspact hebt, waarin dat gezegd wordt dat de arbeidskost de grootste vijand is, en dus arbeidskost wordt daar als een kostenpost gezien, arbeid. En als je dan het vervolg bekijkt met de sixpack en de twopack en al die maatregelen, dan kom je tot een systeem dat je een soort Europees scorebord hebt. Je hebt zo'n bord met allemaal tabelletjes op, hè, met dan België, Frankrijk, Duitsland en zo verder. En een van de assen is, hoeveel spendeert een land aan openbare voorzieningen? En voor alle duidelijkheid, degene die het minst spendeert, procentueel gezien, is het beste. Een ander tabelletje is, loonkost per eenheid product. Degene die het minst spendeert, loonkost per eenheid product, dat is de beste, dat is de kampioen. En dus heel het semestersysteem kort uitgelegd. Dat tot sancties kan leiden ook. Dat tot sancties kunnen krijgen. Dat tot sancties kan leiden. Dus België bijvoorbeeld in 2013 krijgt van de Europese Commissie. Dus wij moeten nu de begrotingen voor 15 oktober binnendienen. Niet aan het verkozen nationaal parlement, maar eerst aan Europa. En Europa geeft dan adviezen. Hè. En in 2013 zegt Europa aan België. Mannetjes, die automatische loonindexering, dat zit toch niet goed. Je zult er misschien wel iets mee moeten doen. Advies van de Europese Commissie. Helemaal vanuit datzelfde principe, wij moeten dat tabelletje naar beneden krijgen. En dan de regering Michel in 2016, als zij dus een index sprong van 2%, die we altijd gaan blijven voelen, en als zij een taxshift door hebben gevoerd, dan zeg ik, keifier gaan die naar Juncker, als de braafste leerlingetjes van de Europese klas, gaat de Belgische regering naar de Europese Unie. Zie eens, wij hebben 2% in het index. Het is toch iets wat de werknemers voelen, die taxshift. Ik hoor vandaag nog het nieuws dat er vanaf januari 30 euro per maand bij komt. Dat is toch geld dat kan gebruikt worden om te investeren of om te consumeren. Ja, natuurlijk. Maar het probleem is, als je eerst 80 euro afneemt en je geeft je dan 30 euro terug, dan kun je een tevreden mens zijn, maar dan zit je niet heel slim. Want je kunt net over die schijf altijd 50 euro. Nee, het effect van de indexsprong is veel groter dan het effect van de taxshift op de koopkracht van de mensen. Dat is objectief zo. Bent u het dan niet eens met Europa? Ze zeggen, ja, die arbeidsmarkt moet gemoderniseerd worden, moet aangepast worden. Ja. Mensen worden bijvoorbeeld ouder en zullen daardoor langer moeten werken. Daar is haast iedereen het mee eens. Nee, maar dat mensen ouder worden. Oh. Daar misschat ik het een beetje. Excuses dus. Hoe denkt u daarover? Over die arbeidsmarkt, hoe die moderner kan gemaakt worden, of dat nodig is in eerste plaats? Maar we moeten weten. Als professor De Graven er straks zegt, het is ook een gevecht van ideeën, ben ik het wat dat betreft wel eens. Maar bijvoorbeeld modern. Wat is modern? Wat is modern? Ik ben 2 weken geleden was ik bij de vakbond in Nederland. Hè? En was ik bij de moderne arbeidsmarkt van post.nl. En ik heb de moderniteit in levende lijven gezien. Ik heb gezien dat daar mensen waren die uitkeringsgerechtigd waren. Zijn, dus uitkering, mensen die van de uitkering leven, dat die verplicht waren via een onderneming bij post.nl te gaan werken en post.nl 0 euro betalen. Wordt gewoon, de uitkering wordt verder gezet. En na 3 maanden kunnen die maximaal 9 maanden in een interim contract bij post.nl. En dus al die vaste postbodes en postwerkers bij post.nl, die worden compleet weggeconcurreerd door dat soort zaken. Dus die mensen die daar, dus en na 12 maanden wordt er een nieuwe gepakt, hè, en wordt er vervangen. En het gevolg is dat heel de arbeidsmarkt totaal versnipperd is. Je kent je collega's niet meer, je hebt geen arbeidsethos niet meer, je weet niet meer hoe dat je laat staan, hoe dat je een vakbond oprikt. Dus je hebt een totale versnippering en een totale onzekerheid. Om nog niet te spreken over de postbezorgingen, want ze hebben controles gedaan. En een aantal van die postbezorgers, die hebben gewoon de post morgens gaan halen. En dan hebben die daar in hun badkamer gelegd. En bij een van die controles, was er een van die gasten die in hun badkamer zijn postbezoeken. Dat ze een faxje niet hebben aangekregen van post.nl, dat ligt in die badkamer waarschijnlijk. En dus, dan vraagt u naar mij, Peter, zijn jij niet kei enthousiast over die modernisering van de arbeidsmarkt?
En dan zeg ik, nee mevrouw Rutten, ik vind dat echt niet zo geweldig, uw plan van de modernisering van de arbeidsmarkt. Want in Nederland bijvoorbeeld en in Duitsland komt dat ook terug op. Degelijk loon voor degelijk werk. Dat is de nieuwe slogan hè, waarin de FNV-vakbond nu deels ontwaakt na jarenlang slaap. Degelijk loon voor degelijk werk. En dat is eigenlijk een oude slogan. En ik ben er niet tegen dat je een aantal zaken aanpast aan de tijd van toen. Maar dat is niet wat er in Europa bezig is. Men is naar een 24-uren-economie aan het gaan. Men is naar een hyperflexibele economie aan het gaan. Maar daar is niks natuurlijk aan. Hè. Dat een hoogoven 24 uur op 24 uur werkt, dat is logisch. Want je kunt die s'nachts niet afsluiten. Dat een petrochemische fabriek 24 uur op 24, dat is logisch. Dat er zorginstellingen 24 uur op 24, dat is logisch. En ze zouden verdorie veel meer nachtverplegers en verpleegkundigen moeten inzetten om menswaardig daar zorg te laten. Maar wie zegt er nu dat een koekjesfabriek 24 uur op 24 uur moet draaien? Hey, welke economische wetmatigheid zegt dat de Pimsfabriek van lekkere cakes, dat die 24 uur op 24 uur is? Dat hoeft toch niet per se. En wij mogen toch een maatschappelijk debat hebben van hoe flexibel willen wij onze economie. En wij mogen toch een maatschappelijk debat hebben van als jij je arbeid verkoopt en jij werkt, dan mocht jij verwachten dat in ruil van je arbeid jij de maand doorkomt. Dat jij kinderen kunt laten studeren. Dat jij je gezondheidszorg kunt betalen. Dat zijn eenvoudige eisen. En ik vind dat heel modern. Ik vind dat jammer dat in de 21ste eeuw dat soort eisen modern. Maar ik ga voor die moderniteit, niet voor de moderniteit van. Ja, van de flexverslaving, om het eerste deel af te ronden, zou ik misschien even vooruitkijken. We hebben nu pijnpunten aangestipt van die Europese Unie, van die werking van die Europese Unie. Stel, we krijgen een wit blad, hoe moet die Europese Unie er dan wel uitzien? Begrijp ik het goed dat er nu te veel ingegrepen wordt op nationale bevoegdheden? Of hoe moet dat project er dan juist uitzien? Ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Dat zijn hele grote vragen. Heb ik een uur over? Nee. Maar laat me proberen toch wat ideeën te structureren. Ik ga er ook vanuit dat we moeten proberen om die dingen die we allemaal zelf kunnen doen, dat we dat zelf moeten kunnen doen. Ja. Maar er zijn heel veel domeinen waar we dat niet zelf kunnen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan het milieu. Vooral het grensoverschrijdend milieuprobleem. Dat kunnen we niet als land België te goed aanpakken. En dus daar moeten we rekenen op een gezamenlijke aanpak. En dat kan alleen maar op Europees niveau zijn. En hopelijk ook nog voor een aantal van die problemen op een hoger niveau. Dus dat lijkt me evident dat we dat niveau moeten tillen. En dat we daar meer aandacht moeten voor hebben. En zo zijn er een aantal andere domeinen. Neem bijvoorbeeld de fiscaliteit. Vandaag zijn we echt slachtoffer geworden van chantage van grote bedrijven. Die zeggen, ja, maar als we hier te veel belasting moeten betalen, gaan we naar de buren. En dus het gevolg is dat wij de belastingdruk op grote bedrijven systematisch doen dalen. Terwijl daar niemand voor gestemd heeft. Hè? Dus ik kan niet zeggen dat het volk dat wil. Dat wij nu systematisch de vennootschapsbelasting verminderen. Terwijl we de belasting of veel andere dingen moeten verhogen. Om, als je aan de mensen zou vragen, is dat uw prioriteit? De meeste mensen zouden zeggen, dat is zeker onze prioriteit niet. Maar waarom doen we dat? Omdat we dat allemaal nog nationaal blijven doen. En dus dan creëren we een situatie waarbij elk land geconfronteerd wordt met zo'n grote multinational. Die dreigt, ja, maar ik trek eruit, als je ons geen plezier kunt doen wat betreft fiscaliteit. En dat moeten we ook kunnen optillen naar het Europees niveau. Dat is vandaag niet mogelijk, omdat het geheel van de fiscaliteit nog altijd in nationale handen zijn. En dus zijn er een hele reeks domeinen zo, waar we moeten zeggen, kijk, laten we dat gezamenlijk op Europees niveau aanpakken. En andere dingen kunnen we dan gerust op nationaal of op regionaal vlak vinden. Dus we moeten daar, dat wordt genoemd, het subsidiariteitsbeginsel, hè, van die dingen die je zelf best kunt doen, wel, dat doe je dan zelf best, maar die dingen die veel overzijdelingseffecten hebben, dus die dus ook andere landen of regio's beïnvloeden, dat moet je dan samen doen. Dat is het model. Natuurlijk, er is nog veel meer te zeggen. De
De manier over beslissen in Europa deugt ook niet. Hè? Dus we moeten daar zeker aan werken. En ook, denk ik, waar we het over gehad hebben, het paradigma dat nog altijd aan de basis ligt van veel van wat we doen in Europa, en dat gebaseerd is geweest op austeriteit en het inkrimpen van de investeringen, de overheid enzovoort, dat daar niet deugt. Dus daar moeten we ook iets aan doen. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Dan moeten we ook de mensen overtuigen, hè, dat zo is, dat we in die richting moeten gaan. Dus er is een heel menu van dingen waarvan ik zeg, we moeten verder gaan. We moeten in elk geval, en dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen, een van de problemen, en dat we zeker gekend hebben de laatste 20, 25 jaar met de globalisering, dat is dat globalisering, alhoewel het enorm veel materiële welvaart creëert, ook heel veel slachtoffers maakt. Veel mensen die uit de boot vallen. En dat is eigenlijk gebeurd op het moment dat we in Europa systematisch sociale zekerheid onder druk hebben gezet. Dus hier hebben we aan de ene kant globalisering die veel mensen in de miserie heeft gebracht, ook veel mensen veel goede dingen heeft gebracht, maar dus die verliezers hebben we systematisch verwaarloosd. Hè? Zoals Peter daar straks zei, ja, die komen nu in opstand, hè? Die gaan nu stemmen voor de populisten en extreem rechts en zo. Dus daar moeten we oog voor hebben. Vandaar dat Europa ook iets moet doen aan sociale uitgaven, dat we dat weer de juiste plaats geven in onze maatschappij, zodanig dat we echt waar aan de mensen die aan de verliezende kant staan van het economisch gebeuren een hand kunnen geven en eruit halen, maar daar heb je middelen voor nodig en dat ontbreekt vandaag. Dat lees ik in de Kraailand ook. U zegt, meneer Mertens, in Europa dat sociaal en duurzaam is met onder andere meer openheid in de Europese instellingen ook, dat mensen daar een beter zicht op krijgen om de burger meer te betrekken. Maar een socialer Europa, wat zijn dan de elementen die u bedoelt juist? Ja, volgens mij zijn het uitgangspunt blijft, 5 jaar na ons vorige debat en ook 5 jaar na mijn vorige boek, dat volgens mij Europa 3 kanten uit kan. Hè. Dus het kan in brokken uiteenvallen, in welke brokken, dat weet ik niet. Ik ben geen brokkenspecialist, ik moet van de Wever vragen. Maar dus, het kan in verschillende brokken uit elkaar vallen. En het nationalisme kan terug oppoken. En dat lijkt mij heel gevaarlijk, heb ik wel eens gezegd. Maar jammer genoeg, niet zo irreëel. Als je 5 jaar geleden tijdens ons debat had gezegd dat Groot-Brittannië uit Europa zou gestapt zijn, zou stappen op zich. Dat Groot-Brittannië uit Europa zou stappen, dan zouden ze zeggen, allee, jij overdrijft. Als je 5 jaar geleden tijdens dat debat tegen ons had gezegd van ja, er zal terug prikkeldraad in Europa zijn, er zal terug grenscontroles zijn in Europa. Ze zegt van allee, als je 5 jaar geleden had gezegd dat extreem rechts misschien de verkiezingen in Frankrijk zou kunnen winnen en dat je extreem rechts aan de macht zou hebben. Ik bedoel, het is heel snel gegaan en dus die keuze tussen verbrokkeld Europa met nationalisme, of ten tweede een heel autoritair Duits besparings-Europa, die is gebleven en is verscherpt. En dus ik denk dat een derde keuze moet gevolgd worden. En ik heb ervoor in het boek 3 sleutelwoorden genoemd. En dat zijn dus ook echt sleutelwoorden. En dat gaat over democratie, duurzaamheid en sociale vooruitgang. Ik vind dat 3 kernbegrippen voor een toekomstig Europa. Democratie is een heel hoofdstuk op zich. Maar het is evident dat er een kloof is tussen het establishment in Europa en de gewone burger die echt niet gesmaakt wordt. En de hoteliteit en de arrogantie waarmee bepaalde Europese leiders neerkijken op mensen die de verkeerde keuze hebben gemaakt in de Brexit of de verkeerde keuze hebben gemaakt in een referendum, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Hè. Het financieel stelsel van zelfbediening van een laag 15.000 euro politici die nadien, zoals Barroso bij Goldman Sachs aan de slag gaat, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Hè. Alles wat Varoufakis zegt, en trouwens alles wat Varoufakis zegt sta ik niet achter, maar alles wat Varoufakis zegt over de intransparantie in instituties zoals de Eurogroep en Ecofin, hè, die ministers van Financiën, die samen zitten, dat is totaal niet transparant, er is zelfs geen verslag daarvan. Geen notulen achter de sloten deuren. Geen notulen achter de sloten deuren. Dat is Europa van vandaag, voor heel wat mensen. Dus op democratie, op inspraak, op, als je het over democratie hebt, nog een belangrijk element, het erkennen van actief burgerschap, het
erkennen dat een democratie begint met actief burgerschap van iedereen, dus het toelaten dat iedereen zijn mening uit, dat er petities worden opgehaald, mechanismes inbouwen, dat als er 1 miljoen petities in Europa zijn, dat het onderwerp dan bespreekbaar wordt in het Europees Parlement, heel belangrijk. Maar ook heel belangrijk is de erkenning van de actieve democratie. En ik bedoel daarmee, democratie is niet een laag bewindhebbers die gekozen zijn en dan moet het volk zwijgen. Sommigen vinden dat het toppunt van democratie. Maar dat is geen actieve democratie. Actieve democratie is ook het middenveld respecteren, is ook de vakbonden respecteren, is ook de krachtsverhoudingen respecteren, is de milieuorganisaties en dus de belangenorganisaties vanuit het middenveld en van onderuit daarmee in dialoog gaan, daarmee daarnaar luisteren. Precies het tegendeel gebeurt. Dus dat is democratie, duurzaamheid, daar heeft de professor al over gesproken. Dat vind ik inderdaad ongelooflijk belangrijk, omdat dat toch niet over een kleine uitdaging gaat. En omdat je dat inderdaad niet op kleine schaal kunt organiseren als je die omslag wilt. En ofwel wordt dat door de overheid gestuurd, ofwel wordt dat door lobbygroepen gestuurd die fossiel denken. Dat zijn fossiel denkende lobbygroepen die verslaafd zijn aan olie en kolen. Als je de commissaris voor energie in Europa kan eten, hè? Eigenaar van 2 petroleumbedrijven, heeft 2 maanden geleden gezegd, ja, ik besteed de helft van mijn tijd aan contacten met anderen. Blijkt dat die contacten met anderen, hè, dus dat zijn lobbygroepen, uit de petroleumindustrie. Dus die man die uit de petroleumindustrie komt, die de helft van de tijd omringd wordt door de petroleumindustrie, die is nu commissaris van klimaat, kom aan zeg. Hè. Ik bedoel, dus als je dat gaat laten doen, en als je niet als overheid een echt investeringsplan gaat hebben, dan gaat die omslag daar niet komen. En het derde is sociale vooruitgang. Ik vind het heel belangrijk dat er een principe is van non-repressie, moeilijk woord, maar dat betekent dat je probeert om in plaats van de spiraal naar beneden, die we al beschreven hebben, dat is het scorebord, dat is dat scorebord waarin je de patten. Ja, dat je een spiraal probeert te organiseren dat die landen die het meest democratisch sociaal gevorderd zijn, dat die gevormd worden. En dat je de juridische elementen uit elkaar haalt en dat je daarnaar streeft in Europa, om dat te veralgemenen. Dat je een onderwijssysteem zoals in Finland veralgemeent, dat je een pensioensysteem zoals in Oostenrijk bestaat, hè, waar mensen helemaal niet tot 67 moeten werken, waar de eerste pijler de sterkste pijler is, en waar er geen uitvoering is van de sociale zekerheid, en waar de gepensioneerden 50% meer pensioen hebben als hier in België, dat je zo'n systeem veralgemeent. Dus dat je de beste elementen sociaal in Europa gaat. Dus dat is het principe van een regressie. Dat zijn 3 sleutelelementen. En ik ben positief. Waarom ben ik positief? Niet omwille van de Europese instellingen. Ik verwacht daar echt niks van, sorry. Spijt me wat ik zeg, ik verwacht er totaal niks van. Ik verwacht van de jongere generatie in Europa wel veel. Ik verwacht van diegenen die in Spanje de pleinen hebben bezet en voor vernieuwing hebben gezorgd in Spanje, met Podemos, maar met ook burgemeesters zoals Ada Colau in Barcelona. Ik verwacht van de generatie die Corbyn aan de macht hebben gebracht, merkwaardig. Nee, die Corbyn de macht. Ah, in de partij. Ja, ja, tegenover de Blairisten, sorry. Ja. Tegenover de Blairisten in de partij. Ik was al gestapt. Ja, was er. Wat paradoxaal genoeg waren dat toch vooral jongeren die geënthousiasmeerd hadden. Bij Sanders heb je dat ook gezien. Dus ik denk wel dat er ook behoefte is aan een radicale, heldere stem die dat verwoordt. En dat die kan leven bij jongere generatie die niet gevangen zijn door racisme en nationalisme. Daar put ik hoop in dat je een nieuwe generatie in Europa gaat hebben die de derde weg, maar wat een fout begrip zeg, de derde weg, gevaarlijk. Dat is blij, hè. Het is alleszins duidelijk dat er, ja, als ik nu de laatste tussenkomsten hoor, dat er nog duidelijk veel werk aan de winkel is dan dat Europese project, hoe dat verbeterd moet worden. Ik denk dat het nu een goed idee is om misschien eens vragen van de zaal te krijgen.